jaarlijks heeft de politieke partij pakketten, hoorpakketten aan de moskeeën. Vooral in de maand Ramadan, de vaste maand natuurlijk. We hebben gesproken met de voorzitter van de politieke partij, de heer Paus Moharde. En hij vertelt het volgende. Kijk met ons mee. Wij staan met de voorzitter van de politieke partij, Pachara Hoor. Voorzitter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat kunnen we ons voorstellen? Wat is er plaatsgevonden? Kijk, dit is voor ons een terugkerende activiteit van Pachara Hoor in verband met de maand Ramadan. Dat is vasten. We doen het 30 dagen. Wat wij hier geven is natuurlijk niet voldoende voor een hele maand. Hè, maar het is een, ja, de thought, de gedachte. Hè, dat wij meeleven met de mensen. Dat is geen politieke steun. Je moet voor ons stemmen. Dat jaarlijks doen wij. Met uitzondering van de laatste 2 jaren. Hè, die corona. We hebben 2020 en 2021. Maar nu de zaak versoepeld is. Zijn wij weer aangevangen met het distribueren van die moskeepakketten. De PL is toen aangegeven geweest. Nu zullen we dat andere politieke partijen het ook overnemen. Wat vindt u ervan? Ja, kijk. Het is goed. Niet alleen politieke partijen, maar elke organisatie dit kunnen missen. Ja, want je gaat niet lenen om anderen te geven wat ze kunnen missen. Dat is altijd goed. Ja, wij doen ook hier in andere vorm. Ja, in goedkoopserie. We hebben de ambtenaren ook zodanig kunnen helpen om dan Unipay, dus neemt u ze nu en die betaalt over een man. Want we hebben het extra moeilijk. Dus dat zijn wij. En bij deze gelegenheden geven wij pakketten, misschien moederdag. Oké, wel. Maar de sociale kracht is bij de partij. Ja. Als we het hebben over de sociale kracht en dat van de ambtenaren, hoe voelt u dat voor hen? Ja, we kijken naar de inkomen van de ambtenaren. Het kan niet zo zijn dat je 3000 verdient, dan neem je een lening van 1500. Ja, je moet redelijk zijn, want we moeten kijken hoe ga je verder leven. Niet alleen van basisgoederen, maar je moet ook huur betalen, je moet benzine betalen. En dan kijken wij naar vermogen. Belangrijk, het moet geen... Trobby, we willen ombaarschoeren, we willen helpen en we hopen dat dat geapprecieerd wordt. Hoeveel ambtenaren hebben zich al geregistreerd hier? Het is meer dan 3.000-4.000 mensen die hier zijn, bepaald van. Die mensen die in de vaste dienst zijn, we geven ook waardebonnen die we kunnen vertrouwen. Je bent niet bij de land, je bent bij particulier, maar kunnen we vertrouwen? Dan geef je een bon van 1000 gulden, dan betaal je een van de maand. Maar het moet echt vertrouwen zijn. Het moet niet zo zijn. Je bent lid van ons, we hebben je geholpen, je kan niet betalen. Je bent weggegaan, je bent ook weg van de partij. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja. Als we in één lijn verder trekken, als we kijken nu naar wat er gebeurt in de wereld, oorlog, Rusland, Oekraïne. IMF die heeft gewaarschuwd van, hey guys, het gaat de verkeerde kant op. Spullen worden duurder, alles wordt duurder. In Suriname hebben we de discussie over armoedegrens en minimumloonuur. Als voorzitter van de politieke partij PL, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik heb mijn mensen gestimuleerd niet zozeer te focussen alleen op ambtenarij. Want als je de zaak goed bekijkt, we hebben het overtollige ambtenaren. De vorige regering hebben ambtenaren beschikking gegeven, dat nergens op slaat, zonder onderbouw. Er zijn duizenden mensen die nu thuis zijn. Anderen hebben beschikking, anderen krijgen geld, maar kunnen geen plaats vinden, kunnen geen werk vinden. Anderen hebben beschikking, maar ze kunnen ook geen geld krijgen. Ja, maar ze kunnen ook nergens gaan. Dus we moeten die mensen ook kunnen helpen. 1, 2. Ik heb gezegd, focus niet alleen op ambtenaren. Maar aan de paard, desnoods wil ik wachter worden. Dat is, maar als je wachter wordt, hoe ga je kinderen opvoeden? Hoe ga je kinderen naar school sturen? Probeer niet de ondernemerschap. Wij van de regering hebben nu 100 miljoen voor de agrarische sector, voor de zachte lenen. Ga daarin. Je maakt een bedrijfsplan. Je hebt geen Marcusa aan het plan. Je hebt zij van Pontaien. Ik zal voorstellen, we gaan de toekomst. Kleine machines die betaalbaar is. Maar je van $500, $1000 om kassaven te malen, boeien te maken, Pontaien enzovoort. Ja. Maar het volk moet gemotiveerd zijn om ondernemerschap. Ja, met de ondernemerschap, dan hoeven wij bijvoorbeeld niet meer te importeren. We hebben onze eigen dingen. Kijk, we hebben net van Marowijn is gemakkelijker, dat is dicht bij Europa. En de Nigeria ook. Dus wij moeten concentreren op de productie. Want goud raakt op, olie raakt op. Maar als je in de agrarische sector is, dan ga je het weer via Israël. Dat is een woestijn, die heeft tot een landbouwland gemaakt.
Oekraïne nu, nu zijn we totaal afhankelijk van Oekraïne. Oekraïne was, die levert zonnebloemolie. Nu zijn we afhankelijk. Ja, de Oekraïners zijn problemen, dit wordt duur, vracht wordt duur. Dus laten we in de toekomst voorkomen dat wij niet afhankelijk zijn van buitenland, maar van onszelf. Laten wij produceren, laten wij werken. In mijn jonge jaren, toen ik klein had ik alles gedaan. Ja, ik weet wat voor werk ik gedaan heb. Ik heb alles gedaan. Minister, parlementariër, parlementsvoorzitter. Ik was zelf bevelhebber voor één dag. Ja. Dus ik weet. Maar laten wij echt werken. Hè? Want alleen door hard te werken kent uw kinderen vooruit. Ja, dan gaan we nu richting Nikeri. U heeft gezegd nee, we moeten harder werken. We moeten productie gaan stimuleren. U zegt u gaat van Paramaribo naar Nikeri. Hoe verlopen de onder andere de politieke voorbereiding in Nikeri? Nou, kijk, Nikeri is geen politieke voorbereiding nodig. Die mensen zijn weggegaan, zijn misleid. Met beschikkingen, met dit, met dat, zijn nu allemaal terug. Die zeden die wij hadden, komt terug. Misschien meer zelfs nu. Wij in één fractievorm, ABOPL, dan twijfel ik niet dat wij meer dan twee gaan krijgen. Ja, in elk geval, bij ons kan het volk rekenen niet op belofte, maar op een vreedzame Suriname, een betere Suriname. En dat zeggen wij het volk. Maar u praat zo zelfverzekerd, voorzitter. Ja. Kijk, alleen de dood is zeker, dat weten we allemaal. Maar als ik de bewegingen zie, als ik de mensen zie, ik heb elke dag, als ik daar ben spreken, mensen komen naar mij, daarvoor dat ik ben echt teleurgesteld. Ja, wat kunnen we doen met één zitten? Voorzitter, nog spannend, maar deze komende regering, komende verkiezingen, gaan wij allemaal, toen wij weg waren, gaan we terug, we gaan terug naar ons huis. Hebben de mensen spijt? Ja, dus mensen weten dat ze door verdeeldheid, doordat wij verdeeld zijn in NDP, in BVD, in HVB, daar komt, en de mensen weten wel, verdeeldheid breekt, alleen eenheid geeft macht. Ja, eenheid geeft macht, tot slot, als we kijken naar wat er onlangs heeft plaatsgevonden, de Javanen, die hebben gezegd, nee, we willen ook 31 juli hebben als ze zijn een nieuwsjaar voor de Javanen, als... Een Surinamer van Japanse afkomst die hard heeft gewerkt voor in het bijzonder de groep. Hoe kun je dat niet gaan? Nou, kijk, dat was wel ingezet. Jaar in, jaar uit worden wij voor de gek gehouden. 2014, het is een eenmalig geven. Er is een commissie voor nationale feestdagen onder leiding van de Pauw. Die had geadviseerd de regering toen. Geef deze twee bevolkingen, de Chinezen en de Javanen, twee nationale dagen. En niet zomaar nationale dag uit de lucht gegrepen. Nee, hoe wil nationaal niet? Het is het Javaanse nieuwjaar. Als de Chinezen niet meer kunnen krijgen, als de Marons, de inheemse. Waarom zo niet? Het is niet. Ja, wij vragen hoe bedelen voor een vrije dag. Vrije dag kan je altijd vrijen met een attest bij de overheid. Maar de erkenning, dat willen we hebben. En ik ben blij dat wij in ABOPL-fractie zijn. En dat geaccepteerd is door de ABOPL-fractie. Dus we kijken nog wie zal tegen ons zijn. Ja, ik heb met NPS gesproken. Ik heb met VHP gesproken. Er zijn nu een beweging. En ik hoop en verwachten dat binnenkort wij de erkenning krijgen. En dit is de laatste vraag. Dit moet ik stellen, omdat we al hadden gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken, als zijn secretaris van de partij, en die heeft het ontkend. En nu hebben we u hier voor ons. In het parlement is er een maand of twee gesproken dat een beleidsadviseur van de regering met sociale zakenkaarten, basiskaarten is gaan rondsnoepen in Nikeri. En als we het zo moeten bekijken, worden de pijlen naar u gericht, heer Somohardjo? Het is altijd zo. Wanneer een boom vruchten dragen, dat is een tikke jouw boom. Maar ik maak me niet druk. Ja. Als dat waar is, dan heb ik wat gedaan. Ik heb de mensen geholpen aan Basokaart, dat waar. Maar dat is niet mijn politiek. Ik ga niet op uit om, kom bij mij, geef je Basokaart, kom bij mij, geef je werk. Nee, dat is het ideaal. Als je bij PL's bent, willen we samen het land. Hoe doen we dat? De ondernemerschap, wat ik gezegd had. Dus het volk. Die naar luistert. Ja, men begrijpt wel dat het een jaloezie is. Ja, en sommigen had je verhuisd direct naar Nikeri. Niet om parlementslid te worden. Ik zit al af. Daarom is Nikeri de ondergaande zon. We willen het aan de jongeren overdragen. Maar de jongeren moeten begeleid worden. Pas
zullen we zeggen, meneer, er zijn frisse jongeren met jongere gedachten die Suriname in staat is tot bloei te brengen. Zijn er gesprekken gevoerd met de heer Waidu? Nou, de heer Waidu moeten we, ja, niemand praat meer over hem, dus het is gepasseerd station. De straat.